begonnen, denk ik. Ja. Hij was boek aan het lezen, man, bro. Ja, man. Was dat een nieuwe tory? Was je net begonnen daarmee? Gewoon lezen of was dat altijd al een tory geweest? Nee, jou? Was ik wel net mee begonnen, man. Nog steeds aan het lezen, gewoon? Ja, hetzelfde boek. Hij is die tory nog niet afgelezen, nee, man. 6 months later. Ja, man. Oh, nee. Het was okay. De kracht van het nu. Oh, ja, man, dat zijn goed boek, man, trouwens. Snap je, ja, daarom. Je moet hem wel uitlezen. Hij is Spanjaard? Ik ben Spanjaard, man. En? Ja, de kracht van... Ja, toch. Ja, toch. Got him. De kracht van het nu. Ja, maar dat was, je kwam niet verder dan een paar bladzijden dus. Nee, ik ben wel, bro. Je was mad enthousiast, hè, bro. Bro, ik ben nog steeds mad enthousiast. Als ik over nadenk, Peter, wat ik wel af gelezen in die korte, krachtige periode. Ja, en ik ben wel mee op vakantie. Toen heb ik ook nog zeer krachtig zitten lezen op het strand. Maar ja, toen werd het gewoon ineens druk weer, toch? Studio sessies kwamen weer. Het was gewoon even tijdens die corona juist. Mm. Het was even, je wist niet meer wat wel en wat niet mocht ook, toch? Ja, het was een kleine onzekere fase, toch? Ja. Niet meer. Het was het eind van, ja, wat ga je doen, bro? Ik kan ook, zeg maar, ik ging gewoon sowieso mijn producer shit sowieso doen. Maar op een gegeven moment was ik, ik wil altijd al een keer proberen. Ja. Snap je? Ik wil gewoon eens proberen altijd. Mm-hmm. Of dat mijn ding is. Mm-hmm. Ik dacht van, joh, gaat het werken? Is dit lauw? Ja, ja. Toch. En dan dacht ik, oké, laat me een keer kijken. Want Ali zat ook al heel de tijd van dingen te vertellen. Ik heb een boek gelezen, dat is echt hard. Dat. dit boek. Als je één boek leest, zeg maar, wat leer je daar? Zeg maar, dat, of zeg maar, als je in Netflix kijkt, zeg maar, vergeleken met een boek. Als je één uur Netflix kijkt, één uur boek. Dat boek kan je leven veranderen. Ja, hij heeft wel gelijk, man. Zulke dingen zijn. Dat is wel feit van jou, in de stu, bro. Die man maakte me over moe. Oh, wacht. Dit gesprek was in de stu. Dat was in de stu, bro. Ja. Dat was in de stu, ja. Maar altijd dit soort shit. Ah, ja, je hebt altijd iets van, joh, als je dit doet... Motiveren gewoon, ja. Yeah. Op een gegeven moment, ja. Gaat het gewoon achter je hoofd, gaat dat een beetje zo knap. Oké. En toen, ja, maar ik weet niet, man, ik liep gewoon een keer langs de boeken. Ik ga de boeken halen. En hij was best raak. Ja, toch? En hij was best raak, bro. Hij was enthousiast. Ik heb het boek zelf ook deels gelezen, ik ben ook nog niet klaar. Ja. Wat heeft het jou meegegeven? Ja, dat, het heeft veel voor mezelf. Ik zeg je eerlijk. Ja, toch? Het is gewoon mezelf hulp. Yes. Ja, man. Bro. Welke hulp heeft het je gegeven? Shout-out naar dat boek. Shout-out naar Edgar Tolle. Ik weet niet hoe die man heet, ja. Maar shout-out naar hem sowieso. Ja, honderd. Ruw, man. Ja. You're fucking real, man. Ja, 100. Ik hoor je. Maar heeft het zeg maar, heeft er bepaalde gedragsveranderingen voor je gerealiseerd? Of ben je anders tegen dingen gaan aankijken? Ja. Ja. Ja, dat is wel Ayuso. Hij is wel echt bewuster gaan worden. Ik weet het nog. Hij heeft daar ook over getakkied gewoon. Mm. Ja, man. Ik heb wel bepaalde dingen, zeg maar, zie ik nu anders. Qua van wat in mijn hoofd, zeg maar, rondgaat. Als ik over shit nadenk. Yo, okay. Wie, zeg maar, waar, denk ik dit of is dit zeg maar mijn ego? Wat of, daar is okay, mijn, ja, die, die richting van joh, is het mijn ego die tegen me praat van joh.